Hey, hallo jongens, hoe gaat het ermee? Zo, wat eigenlijk de bedoeling is van deze thumbnail, ik wil jullie morgen mijn vriendin laten zien. Mijn vriendin, die heet Ivanka. Ik heb je in mijn vorige vlog verteld dat ik en Ivanka al een paar keer naar elkaar zijn gegaan. Het is eigenlijk een stoplichtrelatie eigenlijk. Alleen, zij wil niet bij me weg. En ik eigenlijk officieel ook niet. Maar omdat ik in de knoop zit met mezelf soms. Soms ben ik een oen. Verscheur ik onze foto's, onze kaartjes. Weet ik veel wat ik aan het doen ben. Ja. Mijn haar is echt. Ik bedoel, mijn haar is echt een. Mijn haar ziet er echt niet uit. Maar goed, ik maak deze vlog niet over maar. Maar ik moet er goed uitzien, weet je wel. Het is gewoon belangrijk dat ik er goed uitzie. Maar goed, ik laat jullie morgen mijn vriendin zien. We gaan zaterdag bowlen. Deze vlog gaat niet eerder op dan zaterdag. Omdat ik er heel veel. Deze vlog gaat niet eerder op dan. Dan zaterdag. Ik ga morgen. Dus het wordt eigenlijk een driedaagse vlog. Dus vandaag is het donderdagavond. Morgen komt ze. Morgen ga ik pas filmen, ook in de avond. En zaterdag ga ik pas filmen als we bij het bowlen zijn. Want we gaan uit eten. Morgen, we gaan naar het eten zaterdag. Dat wordt heel leuk. Ik zie jullie dan. Oeps. Ja. Ik zie jullie dan. Tot dan. Hoi hoi. Hey, hallo jongens, hoe gaat het ermee? Zo. Wat eigenlijk de bedoeling is van deze thumbnail. Ik wil jullie morgen mijn vriendin laten zien. Mijn vriendin, die heet Ivanka. Ik heb je in mijn vorige vlog verteld dat ik en Ivanka al een paar keer naar elkaar zijn gegaan. Het is eigenlijk een stoplichtrelatie eigenlijk. Alleen, zij wil niet bij me weg. En ik eigenlijk officieel ook niet. Maar omdat ik in de knoop zit met mezelf soms. Soms ben ik een oen. Verscheur ik onze foto's, onze kaartjes. Weet ik veel wat ik aan het doen ben. Ja. Mijn haar is echt. Ik bedoel, mijn haar is echt een. Mijn haar ziet er echt niet uit. Maar goed, ik maak deze vlog niet over maar. Maar ik moet er goed uitzien, weet je wel. Het is gewoon belangrijk dat ik er goed uitzie. Maar goed, ik laat jullie morgen mijn vriendin zien. We gaan zaterdag bowlen. Deze vlog gaat niet eerder op dan zaterdag. Omdat ik er heel veel. Deze vlog gaat niet eerder op dan zaterdag. Ik ga morgen. Dus het wordt eigenlijk een driedaagse vlog. Dus vandaag is het. Donderdagavond. Morgen komt ze. Morgen ga ik pas filmen, ook in de avond. En zaterdag ga ik pas filmen als we bij het bowlen zijn. Want we gaan uit eten. Morgen, we gaan naar het eten zaterdag. Dat wordt heel leuk. Ik zie jullie dan. Oeps. Ja. Ik zie jullie dan. Tot dan. Hoi hoi. Zo jongens. Ik heb net mijn vriendin even een berichtje gestuurd. Ze is zometeen is ze bij me. Alleen ik wil jullie wel erop wijzen. Ze komt net uit het ziekenhuis. Dus is er nog een beetje moede van. Dus dat jullie daar wel rekening mee houden.
En de uitslag ga ik niet met jullie delen. Sorry, dat is gewoon te privé. Ik laat jullie er even zien. We gaan even een beetje praten op cam. Maar de uitslag wil ik niet op cam bespreken. Dat is gewoon iets wat privé is. Dat wil ik gewoon. Ik wil niet dat die informatie op het internet komt. Ivanka en ik zijn al 4 jaar bij elkaar. Nee, niet. Ja, 4 jaar bij elkaar. Ik zeg het wel goed. 4 jaar bij elkaar. En we willen. Die informatie is voor mij te persoonlijk. Jullie mogen haar zien, natuurlijk. Ze hebben net een bericht gestuurd dat ze in Amerika is. Deze vlog wordt dan wel iets langer. Even kijken. Nee. Oké, ja, ik kan daar zien hoe laat het is. Ik wou even kijken hoe laat het was. Dus ik laat haar zo meteen wel even zien. Maar jullie moeten nog even geduld hebben. Ondertussen praat ik van ze heeft iets ergs. Ze heeft een hele erge ziekte waar ze aan dood kan gaan. En dat jullie haar wel zoveel mogelijk steunen. Smash dat thumbs up button. Leave a comment below. Turn on my post notifications. Zodat je nooit een nieuwe video gaat missen. Mijn vriendin is ziek. Ze vecht al bijna 1,5 jaar ervoor. En we hopen natuurlijk wel dat het een keer over is, weet je wel. Het zit nog een beetje in de darmen. Dus ja, het is gewoon persoonlijk heel erg, weet je wel. Zometeen als ze bij me thuis is, dan gaan we er even over praten. En natuurlijk, deze thumbnail gaat erover dat ik jullie mijn vriendin laat zien. Dus jullie moeten nog even geduld hebben. Ik ga haar laten zien. Ze is al in Almere, dus ze zal wel hier zo aanbellen. En dan op het moment dat ze hier binnenkomt, zet ze de koffer neer. Dan gaan we hier even op de bank zitten. Ga ik jullie haar introduceren. Hoe zeg je dat? Introduceren. Eindelijk zei ik het goed. Introduceren. We gaan even praten. En dan die uitslag wil ik niet op cam bespreken. Het spijt me. Jullie mogen alles van me weten natuurlijk. Zoveel mogelijk. Maar er zijn ook persoonlijke dingetjes die ik voor mezelf wil houden. Er zijn gewoon informatie die ik gewoon niet op het internet wil delen met jullie. Het spijt me heel erg als jullie daar boos om zijn. Waar? Ben je mijn moeder aan het berichten? Ja, hoe schrijf je waarden? W-A-A-R-D-E-N. Zal ik even kijken? Ja, volgens mij heb je het goed geschreven. Waarde. W-A-A-R-D-E-N. Ja, waarde. Zo. Nou, ik kan het jullie nou wel vertellen, weet je wel. Anders, ik ben beginnen. De uitslag is positief. En dat is meer dat je van mij krijgt te horen. Maar we zijn er nog niet. In het nieuwjaar gaan we gewoon niet, weer niet, door. Niet te veel vertellen, want iedereen kan het zien, schatje. Oké. In ieder geval bedankt voor het kijken. Ik hoop dat het voor jullie het lange wachten waard was. Ik ga niet te veel de kamer op de neus doen. Ze is erg moe. Ze komt net uit het ziekenhuis. Ze heeft 6 uur op apengapen gelegen. Hè? Dus. Maar in ieder geval. Ik heb jullie al gisteren verteld, een relatie kan niet altijd even goed gaan. Een relatie die heeft ups en downs. Ik heb al zo vaak verteld, weet je wel, wat ik jullie gisteren en eergisteren heb verteld. Nou, gisteren dan. Dat ik heel vaak dat gezegd heb, weet je wel. Maar als het van twee kanten was gekomen, dan was de bom echt gebarsten. Ik bedoel, als de bom echt gebarsten was, dan. Dan, ja, weet je, dan zijn onze zielen, zeg maar, leeggelopen als twee ballonnen. Dan, ja, hoe leg je dat uit?
Je bent stil. Hoe leg je dat uit? Nou, als ik uit je leven weg zou gaan, hoe voel je je dan? Dan voel je net alsof er een baksteen tegen je hoofd hebt gekregen. Dan voelt het voor mij geen leven meer. Nee. Dan is het een grote gat in mijn hart. Ja. Maar ja, dan moet je toch leren om verder te gaan. Maar dat wil je niet. Dat wil je niet. Nee. Ik kan niet zonder jou, want mijn gevoelens is voor jou heel groot. Nou, ik heb al meerdere keren tegen haar gezegd van we maken het kleiner. Nee. Oh, nee. Oh, nee. Dat zal geen goed gevoel zijn. Dat gaat mijn hart scheuren. Dan lig ik in stukjes. Nou, dan heb ik wel lijmwerk te doen. Oh, nee. Dan gaat het niet meer goed. Maar in ieder geval... Dan brok ik uit elkaar. Ja, ja, dat is inderdaad wel waar. Dan blok je helemaal... Maar in ieder geval, ik had gezegd dat ik het bowlen en het dineren zou filmen. Maar ik denk dat ik dat voor nu laat. Want we willen ook graag even met z'n tweeën zijn. En we willen niet de hele tijd die camera voor ons hebben. Weet je, we willen ons speciaal momentje graag bewaren. We gaan wel iets filmen wat we met z'n tweeën gaan doen. Maar niet morgen, want dineren is echt iets voor ons tweeën. En als we de hele tijd de camera op ons neus hebben, dan voelt het niet echt speciaal meer. Dan kan iedereen met ons meekijken. Met bowlen. Misschien. Ik kan hier nog niks beloven.